Yo, what's up? Welkom bij een nieuwe vlog. Hallo, kijkers. We gaan vandaag lekker fietsen. Ja. Ja, zeker. Kijk. Dit hebben we heel lang niet meer gedaan, nee. Nee, we gaan lekker een stuk fietsen. Ja, klopt. En volgende week vrijdag komt er dan een vlog of niet? Oh, dan moeten we zo nog even kijken. Ja, klopt, want Nink gaat natuurlijk naar school, hè? Ja, dat is waar. Ja, klopt. Ja, zeker klopt. Oké, zullen we dan maar gaan fietsen, Miss Piggy en Kermit? Ja, zeker klopt. Oké, dan zien we jullie. Zo, je tot! Zo! Wat ruik ik hier? Oh, Kermit, ik weet het niet. Miss Piggy, weet jij deze geur? Ja, kijk maar hier! Oh ja, ik ruik het. Het zijn varkens. Ja, klopt. Hallo allemaal. Oh, die geur. Wie zijn jullie? We zijn Kermit, Constable Piggy. Hallo, wat komen jullie doen? Gewoon even kijken. Ja, zeker. Oh, ik zie... Ja. Daar kikkers. Ja, ja. Maar ik zie ook. Ja, mij. Ja, een varken. Herken je me nog? Oh ja. Ik was vroeger hier, maar. Oh ja, ik herken jou wel. Ja, zeker. Gezellig dat je even langskomt. Ja, zeker. Wil je ook iets eten? Ja, tuurlijk. Wij hebben vandaag op het menu modder. Wil jij een beetje modder eten? Ja. Ik weet het niet. Oh, maar jullie stinken een beetje, hè, Konsti? Oh, nou, ik vind dat niet zo aardig dat je dat zegt. Het is gewoon onze poep. Nou, Konsti en ik zeggen dat eigenlijk, hè. Omdat we je eigenlijk wel een beetje... Klopt, hè, Konsti? Oh, ja. Ik vind het altijd wel een beetje vies ruiken. Maar het ruikt inderdaad naar poep. Ja, klopt. Ja, en ook naar plas. Kijk, ik ben lekker even aan het plassen. Oh, lekker. Zie me, ja, klopt. Ja, maar jullie moeten toch ook wel eens poepen en plassen? Ah, ja, klopt, inderdaad. Zeker. Oh, en doen jullie dat dan in het bos of op een wc? Wc? Oh, en af en toe in het bos. Ja, klopt. Oh, ja. Ja, maar als wij plassen gewoon hier in onze stal. Dus, oh. En wij poepen ook gewoon hier in onze stal. Dus dat ruiken jullie nou een beetje. Oh ja, klopt, inderdaad. Ja, zeker. En wat gaan jullie nog doen vandaag? Fietsen! Oh, lekker. Dat ziet er heel lekker uit. Ja, natuurlijk. Heerlijk, ja. Oké, nou, ik ga weer verder met eten. Hoi, klopt. En dan zeggen wij tot zo! Zo, wij lopen door die mooie oude water, hè? Ja. Dan zijn we naartoe gefietst. Ja, zeker, klopt. Maar even jullie ook nog wat leuks stellen. Bart gaat vandaag logeren bij opa en oma. Oh, dat is heel leuk voor Bart. Ja. Zeker klopt, weet je waar die dan in gaat? Oh, ik weet het. En wat? Oh, dat is lekker. En hoe komen die bubbels dan, Bart? Kermit? Tja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Oh, is dat omdat Bart dan een scheetje laat? Dat er daarom bubbels komen in het bad? Ei. Oh, nee. Oh, dat is het niet. Het is, zijn er dingen in het bad dat Bart op een knopje kan drukken, waardoor de luchtbellen komen. Ja, Oké. Ja, klopt. Dat is leuk voor Bart. Zeg, klopt. Oeh, Kermit, waar zijn wij nou gekomen? Weet ik niet meer wat. Ik hoor. Ik hoor muziek. Ja, de kerk is bezig. Mensen zijn in de kerk. Dat weet je hoe je kerk zegt in Engels church. Oh ja, dat is waar. Dankjewel dat je dat nog even aan ons vertelt, Kermit. Ja, zeker, klopt, ja. Zeker weten, klopt, ja. Ja, klopt.
waar gaan we nou eigenlijk helemaal naartoe? Oh, dat weet ik niet, Kermit, want ik volg jou. Ik denk dat we naar... Oh, ik weet het. We gaan naar hier een trapje af en dan komen we daar. Ja. Zeker. Ja, klopt. Oh, waar gaan we naar binnen? Oh nee, dat kan niet, want de kerk is bezig. We kunnen niet de kerk in. Nee. Maar we kunnen wel hier in. Ja. Ja, dat bedoelde ik ook net, oh. Hè. Nee. Luister. Oh, dat. Ja, dat wist ik nog beter. Hé, zo mooi dansen ons, hè? Zeker. Ja. Zit, klopt, we kunnen ook goed dansen. Nee, ja. Klopt. We zullen nog even zeggen, hallo oma. Hallo. De mooiheidsvrouw. Ja, dat ben je, de mooiheidsvrouw. Jep. Dat is grappig, hè? Ja. Oh, maar even kijken. Is die deur open? Oh, maar we laten die deur dicht. Ja, dat lijkt me goed idee. En we hebben ook een goed idee, lijkt dus. Ja, zo. Oh, kijk, de zon is er weer. Oh, dat is lekker. Dat is zo heerlijk als je dan ergens buiten loopt. Oh, wow. Oh, en die zon is er weer. Ja, klopt. En ik heb al zo zin in de lente, Oh ja, ik ook. Ja, zeker, klopt. In die zomer en die lente. Zeker, lekker tropische drankjes ook, hè. Zijn er dan? Tropische... Drankjes. Oh ja, dat is waar. Zeker. Oh, dat is een mooie schilderij. Ja, klopt. Inderdaad. Wow. Wat zal dat zijn, denk je? Van, Oh, dat is een afbeelding van de kerk. Van het geloof. Yeah. Mensen zijn aan het eten met elkaar. Oh ja, klopt. Zeker. Kermit, zullen wij weer op die fiets gaan? Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké, dan zien wij jullie straks weer. Tot zo. Hier schijnt nu de zon. Zo, we zijn thuis. Hey, ik zit ook in deze vlog. Wat gebeurt hier nou? Enkel idee om zou brengen bij u de hoop. Een enkel idee groeide op tot een plan. Het is daarom vandaag dat ik roep. Wat een prachtig plan heeft u met elkaar handen gedaan. Het maakt onze wereld mooier dan verwacht. Met geloof en hoop en een hele hoop liefde heeft u alles tot leven gewerkt. En voor die energie en dit prachtige boek. De historie van eeuwen op deze plek. Hallo, was weer even. Nog meer uit deze historische plek. Je staat en loopt in een traditie en dat maakt het nog meer waard. Die verhalen blijven delen maakt verbinding met vroeger, met nu en met de toekomst. Het geeft waarde aan een plek. En dat gevoel voor historie en werkelijk menselijk contact. Dat kunnen wij als lakeien, u zei prins, maar je bent slechts lakeien in die vrij. Dat kunnen wij zeer waarderen. En daarom, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, heeft het de organisatie van Kermit Pit behaagd 10 leden van Pluk en Proeffeest van het boek Getijden van het Stadspark Montfoort te onderscheiden met het predicaat Kern met Pit. Kermit de Kikker! U mag de plaquette erbij pakken. Ja, dat is 2 dan. Ja. Want dit is misschien wel even een goed moment voor een fotootje. Kijk eens. Foto! Met mij! Met mij! Ja, met Kermit erbij. Kermit erbij. Die woont ook in het park. Die zit in de paddenpoel. Ja, ja, precies. Ja. Kermit met Pit. Ja, Kermit met Pit. Dat is een goede Bart. Ja, klopt. Kermit met Pit. Ja. Goed, ja. Kermit met Pit. Wat leuk, jongens. Nou ja, de drie-stapsraket, dan volgt er dus nog een stap. Ja, ik wou zeggen 1, 2, ja. 1, 2. Gezellig, kom je erop weg. Ik ga jou laten schrikken, jongen. Oh, ik heb hier voor iets nodig. Dikke bed, hè? Oh, jeetje. Ja. We worden beschoten, joh. Nou, het is natuurlijk niet de echte dikke bed. Nee, ik hoop het. Zoals u wellicht weet, weet veel van historie af. Is in 1558 de originele dikke bed bij de eerste knal ontploft. Ja, dat ging niet goed. Ja. Nee, de bedoeling was dat er een kogel zou schieten van Den Bosch naar Breda. De kogel is er niet gekomen. De klap is het daar wel waar genomen.
En het is die knoop die geïncorporeerd is in dit kleine schaalmodel. Okay, nou. Dus ik zou toch willen adviseren om de tympanen wat te beschermen. Ja, precies. Doe de oren dicht. Ja, dat kan bijvoorbeeld door de linkerwijsvinger in het linkeroor en de rechter. Mocht u yoga betrachten, zou u vice versa kunnen proberen. Er komt een knal, hè? En als u heel hups met elkaar bent, tot dan zo. Kermit, wat ben jij voor een liedje aan het zingen? Of ben je alleen aan het dansen? Nou, ik zal je eens wat vertellen. Nou, vertel. Mensen waren het mensen buiten. En we hebben het niet gezien. Ik heb een stukje gevlogd voor de kermvlog ook. Oh, maar wat kwamen ze doen dan, die mensen? Oh, interviewen En kwamen ze jou interviewen of kwamen ze voor iemand anders? Voor mama! Oh, voor mama, oeh. Ja, klopt, het was superleuk. En weet je wat het leuk is? Nou, vertel. Die kunnen niet terugkijken, alleen weten we niet waar. Maar zodra we dat weten, dan laten we dat wel weten. Zeker, misschien kunnen we het linkje wel in deze video zetten, ik weet het niet. Oh, dat weet ik ook niet. Ja, dat zullen we kijken. Maar dan had je dus nog even iets leuks gezien hier thuis. Ja, zeker. Dat is leuk. Nou, dan moeten we nu maar eens even die video gaan afsluiten, hè? Ja. Heel goed, maar hoe gaan we dat doen? Gaan we dat op die mooie rode poef doen? Oh, ik heb wel een heel leuk idee. Komt-ie? Oh. Ja. Wat is het idee dan? Nou, jumpen en dan zeggen we... Dan zeggen we zoals altijd, nee, dat is ooi. Oké, en bij de ooi gaan we dan omhoog. En waar jumpen we naartoe dan, Kermit? We gaan naar daar jumpen. Oké. Nou, dan bedankt jullie voor het kijken. Dan zeggen we nog één, dat is ooi.